of dat je kijkt naar Groenhill Vlog. Mijn naam is Sander Pat, zoals iedereen weet. Ik ben nu richting mijn huis, want ik ga daar even dingen doen. En het is vandaag afwisselende weer. Zon, bewolkt, zon, bewolkt. Beetje eigenlijk best wel bewolkt weer. En het begint te regenen en zon schijnen op en neer. Soms regen, dus dat is een beetje vervelend eigenlijk aan dat weer. Maar voor de rest, s'nachts waaide ook kapot en kapot hard. Maar ik ga snel naar huis, want ik heb dingen doen bij haar thuis. Ik ga even kijken naar mijn computer, want die doorde apart. Want ik weet niet wat er aan de hand is, maar ik ben blij. Volgende week ga ik bij mijn eigen bij thuis slapen. En ik hoorde een melding, een bekend iemand die al huis heeft, die al begeleid wonen. Ik denk van, jongen, waarom heb zij eerder dan ik? Maar maakt niet uit, ik ga er niet verder op in. Ik noem er geen naam ook ervan. Ik ga me snel mogelijk naar mijn vaders huis en snel dingen doen op de computer als het lukt. Want die doet heel erg apart. Dus laten we het maar doen. Nou, ik ben nu onderweg naar Kim toe. Maar ik had net ook gehoord, eigenlijk zou Kim Joop via het laten door ons. Maar dat gaat niet door. We gaan met dingen thuis doen. Dus een beetje afwasselend weer. Ik zei al tegen Kim, het is niet echt de weer om hond uit te laten. Dus we gaan wat anders doen, kaart of wat dan ook. Gaan we gewoon even doen. Dus gaan we dat even doen. En even wachten, zie ik nou bekende daar ze. Oh nee, ik ga dus nu naar Kim toe, want ze moet wel kattenhok schoonmaken, konijnenhok. Ik kom met kattenhok, weet ik ook niet. Maar nu konijnenhok doen en gaan we dat even doen, met Kim door even doen. Dus laten we dat ook even doen en voor de rest zien we wel wat gaat gebeuren. En het is een beetje afwisselend weer. Wat wel een beetje irritant is eigenlijk, om eerlijk te zeggen. Ik heb eigenlijk een andere jas aangetrokken. Omdat ik al merkte dat het koud aan het worden is. Toen dacht ik, weet je, ik ga gewoon nu echt een andere jas aantrekken. Al is het misschien te warm, misschien ook weer niet. Dit is wel heerlijk. De ene kant heerlijk weer, de andere kant ook weer niet. Want omdat het afwisselend weer is. Nou, ik ga dus snel mogelijk naar Kim toe. En ja, voor de rest zie ik wel wat ik ga doen eigenlijk. Maar niet denk ik niet zoveel vandaag. Nee, maar ik weet wel dat ik alle kleren van de hele week even alle taken heen en weer moet slepen. Plus met mijn laptop bij. Want ik heb daar zitten editen en zo. Dus ja. Ik vind het best wel knap dat ik dat kan. Van ja, dat ik ook omdat ik afstand neem. Want meestal ga ik met een andere computer editen en zo. Maar dat heb ik niet allemaal goed opgelost, vind ik. En dan ga ik dadelijk weer ook even misschien editen ook nog. Maar dat zien we nogal. Nou, ik kom net bij Kim vandaan en we hebben niet echt veel gedaan. Alleen wat we hebben gedaan is eigenlijk konijnenhok schoongemaakt. Alleen ook een beetje te luieren voor de mensen die al snap hebben gezien. En eigenlijk heb ik nu koffer bij me. Ik weet niet of jullie kunnen het niet zien. Maar het is echt niet echt. We hebben hem eigenlijk een beetje relaxed van gehouden. En voor de rest niet veel gedaan. Beetje relaxed al houden, wezen puzzelen, Max Verstappen gekeken net en hij heeft heerlijk gereden. Ik vond het fantastisch om te zien. Wat een vent is dat zeg, ongelooflijk. Hij reed zo kapot goed. Oh nee, alleen nu even irritant dat ik met een koffer moet lopen. Want ik heb de hele week bij Kim geslapen en toen ik thuis was ging kijken of de video goed deed. Deed ik totaal niet. Dus mijn computer deed vervelend. En die dag laten we zeggen, weet je, ik ben de baas, jij bent de baas niet. Ik ga bepalen als je mij mag gebruiken of niet. Nou, dan ga ik nu even weer verandering aanbrengen. Ik ga nou even de baas spelen met mijn computer. Hij moet het gewoon doen. Want ik wou TeamViewer, maar toen ik via mijn laptop dat ging gebruiken, gaf hij aan geen contact met TeamViewer. Terwijl dat mijn computer wel aan heb gedaan. Dus ik weet niet wat precies is met mijn computer. Want ik had via iemand had gezegd van
Mijn computer, had ik gezegd, van mijn computer slaat heel vaak. Dus ik, vervelend, dan kan ik geen contact krijgen met mijn computer. Toen had ik gisteren, of zoals jullie hebben, waarschijnlijk hebben gehoord, hebben mijn vader opgebeld. Nog steeds niet. Maar ja, toen deed hij een beetje ook apart. Qua video's wou ik toen naar mijn andere computer gooien, lukte niet. Ja, en zo ging ik verder. En toen deed hij het niet, dus ik moet gewoon wachten tot ik thuis ben en hoop dat hij dan wel gaat doen. Dus ik hoop het. En dan ga ik nu maar rechts en dan weer richting huis. Want het wordt al een beetje laat. En ik zit de hele tijd met koffieshow zoals jullie ook horen. Ja, dan ga ik maar lekker dadelijk een bedje in. En maar dan ga ik nog andere dingen doen. Daarna lekker. Maar wat ik nog daarna ga doen, zien jullie nog wel. Nou, ik wil hierbij graag de vlog afsluiten. Ik was vergeten om de vlog af te sluiten. Ik heb niet zoveel gedaan eigenlijk, maar eigenlijk is het nou voor mij nu maandag. En het is nog best wel lekker weer buiten. Maar wat ik nu wil zeggen is dat ik de vlog wil afsluiten. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken naar deze vlog. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe sowieso een blauw duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal, zou het tof zijn. Als je hier beneden abonneert, dan zeg vast veel kijkers in een nieuwe vlog van 6 uur. En abonneer ook even op Kim's kanaal, staat hier beneden in de beschrijving. Ik zeg hierbij, later!